Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie er weer zijn, jongens. We staan hier bij Karel. Ik sta hier in de René Arcave om mijn video te beginnen, want die beesten zijn gewoon echt veel schattig. Leuk dat jullie er allemaal zijn, jongens. Welkom bij de video. We zijn wedergekeerd in Content Veen. Wauw. En ik ben 12 uur live geweest. En in die 12 uur livestream is best wel veel gebeurd. Ik heb namelijk heel veel Content Veen gespeeld in mijn livestream. Waardoor dit water hier is gecreëerd. De paden zijn wat aangepast. Er zijn wat details toegevoegd. De chestroom is niet heel veel veranderd. Ik heb wat netherites gemined. Dus we hebben nu een netherite Rini Destroyer. We hebben de Wurm Silk Touch Pickaxe. En allemaal andere kleine dingetjes. Ja, Rini. Hey, Rini. Dat is snel. Wat ga je doen? Ik ga er nog terug. Hij is snel, hè? Hij moet terug. Moet hij terug? Hij is bang. Ik heb overigens ook deze enchanting room. Die is ook helemaal klaar. We zijn ready voor level 30, jongens. Echter moeten wij nog wat levels hebben, want wij gaan consistent dood. Maar voordat deze video begint, kijk! We zitten op de 120.000 en zelfs al bijna op die 121.000. Ben je dan niet geabonneerd? Abonneer zeker even en laat een leuke reactie achter met hey, ik ben vanaf nu geabonneerd. En dan zou ik hem een hartje geven, je reactie. Hoe leuk is dat? Maar goed, jongens, het leek mij leuk om deze video gewoon even uit de beest te gaan. We zitten hier nu al een tijdje opgesloten voor mijn gevoel. En terug naar de gevangenis waar eigenlijk nog meer opgesloten zit. Maar dat maakt niet uit. Het leek mij leuk om even naar de gevangenis te gaan en die af te bouwen voor jullie. Dus dat gaan we ook maar doen. Als het goed is er ook een route van de Nether Portal. Meneer Brick Force. Nee! Oké, jongens, aangekomen bij onze prachtige gevangenis. Nou, ik vind het nog steeds heel leuk, maar hij is nog niet af. Dus laten wij er even verandering in brengen en deze gewoon afbouwen. Ik heb weer heel veel steen bij me, maar niet genoeg kool. Ik ben kool vergeten mee te nemen. Oh, en ik ben ook een stoomkutter vergeten. Dus ik ben echt van alles vergeten. Dus laten we weer heen en weer gaan. We zijn wedergekeerd. Jee, we hebben nu diorite, steen. Dat is trouwens hout, ik zeg steen. Kool en een stoomkutter bij ons. Nu kunnen wij alle goede toeien kunnen we gewoon maken, jongens. Laten we beginnen met de buitenkant afbouwen. En daarna direct de binnenkant. Ik weet niet hoe lang het gaat duren. Ik weet niet hoeveel ik af kan krijgen. Maar mijn doel is zo goed als de gevangenis. In ieder geval van buitenaf en een leuk begin. Want dan kunnen we eindelijk Jordi opsluiten. Want mensen blijven maar stelen. Van me. Heel vervelend. Oké, jongens, als het goed is, is hij bijna helemaal dicht van, ja, in principe de daken tot nu toe. Ik heb hier even een plat dak in het midden gedaan. Hier moeten dan wel nog daken op, maar dat komt ook nog. Dat ga ik ook zo meteen gelijk doen. Echter wilde ik jullie gewoon even de progressie zover laten zien. Dat al de kleine gaatjes dicht zijn. Het randje hierop is opgevuld. Maar vooral gewoon het feit dat het een beetje dicht begint te worden. Ik moet ook nog heel veel iron bars maken. Dus ja, dat wordt ook nog gekregen en weer lopen voor ijzer. Maar laat ik nu even alles plat maken hierbovenop, zodat ik daar mogelijk nog leuke daken op kan doen. Maar daarvoor moet het eerst even plat zijn voor de ruimte. Ik heb er 1 en 2 gedaan. En nu moeten we er nog 2 doen. Het geeft wel een satisfying gevoel dat het soort van dat platte dak er even op zit, weet je. En nu kan ik hier gewoon nog, als ik wil, iets opbouwen. Hoeft niet zozeer natuurlijk. Ik kan er, ja, de randjes krijg je natuurlijk nog detail. Maar het voelt gewoon satisfying aan. En dat is gewoon heel chill. Ik heb nog best wel wat endersite om deze 2 daken te doen. Dus laten we gewoon rustig verder gaan. En zo zit het laatste dak er ook op. Nu ga ik denk ik al de iron bars er even inzetten. Want dan geeft het ook een beetje het gevoel van, ja, dit ziet er wel wat affer uit. Dan dat het eerst uitzag voordat ik hier kwam. En dan wacht ik denk ik even, want ik wil er nog een toren op doen. Helemaal in het midden wil ik een hele grote toren bouwen. Maar ik twijfel of ik die dan nu al wil bouwen. Of dat ik zeg, ik ga eerst even de binnenkant bouwen. Laten we eerst in ieder geval even de iron bars doen en dan beslissen we zo de rest wel. Je hebt een netherite chestplate. Goed, hè? Wat? Ik heb net echt superveel gevonden. Damn! En please don't die. Ik vind ze allemaal echt heel leuk. Oké, laten we de iron bars ook gelijk goed gebruiken. Ik heb er behoorlijk veel gemaakt. Echt heel veel. Dus die kunnen we allemaal plaatsen. En hier komen allemaal kleine celletjes. Ik ga het zo leuk vinden als mensen hier opgesloten zitten. Oké, jongens. Alle iron bars zitten erin. En ik heb er nog behoorlijk veel over. Ik heb ze gelijk beneden in de kist gelegd. Ik denk dat het nu tijd is om het randje hier even af te werken. Laatste dingen te doen. En dan skip ik voor nu even de toren in het midden. Want ik heb heel veel zin om aan het interieur te werken. Dat lijkt me oprecht heel leuk om te doen. Maar laten we eerst even de laatste dingetjes hier doen. En ik ga even een beetje kijken wat wel leuk is en wat niet leuk is. Oké, jongens, we hebben de laatste details toegevoegd. We hebben de belichting gedaan op de tweede verdieping. En dan ziet het er nu zo uit. In alle hoekjes zit belichting. De randjes zitten zo, waardoor er altijd nog opgebouwd kan worden. Maar voor nu vind ik het even prima zo. Ik wil ook kopwebs erop hebben. Maar ik denk dat ik die met silk touch dan moet hakken in caves of zo. I don't know hoe ik aan een kopwebs kom. Laten we nu in ieder geval het interieur even gaan maken. Daar heb ik oprecht heel veel zin in. En laten wij dan zeker weten, even kijken hoe wij dit gaan doen. Want ik heb oprecht geen flauw idee. Ik heb oprecht geen flauw idee wat ik ga doen. We beginnen met de receptie, denk ik. Ik wil een kantine maken.
En dan in alle hoekjes hier komen cellenblokken misschien. Een tweede verdieping ook. Of ik doe juist hier de kantine. Hier de sportruimte. Hier in elk hoekje namelijk een activiteitkamer. En dan alleen boven de cellen. I don't know. Oké, jongens, het eerste gedeelte is gemaakt. Als je binnenkomt, kom je door een soort gangetje. Met rechts tralies en links tralies. Ik heb een houten vloer gekozen. Dat leek me op zich wel leuk. Want dan breng je toch nog iets anders dan steen, voeg je toe. Hier wil ik dan de receptie misschien. Misschien is dit al de receptie. I don't know. Het is wel leuk, is dat je twee kanten receptie hebt. Waar je naar binnen kan. En dan moet je hier door een soort detectortje. Waardoor je daarna gewoon letterlijk in de gevangenis bent. Maar dan moeten er wel ijzeren deuren in. En ik heb helaas geen ijs hier. Dus daarvoor moeten we zo meteen heen en weer. Dus voor nu laten we even de deurloze kamers. En zo meteen brengen we dan de ijzeren deurtjes. Het zijn nu officieel twee kamertjes. Dat is wel heel leuk. Dat je echt daadwerkelijk als je hier binnenkomt al kamertjes hebt. In plaats van gewoon verder helemaal alleen muren. Dit is dus een soort receptie waar je guard spullen neer kan zetten. Hier kunnen misschien de guards omkleden. Hier weet ik van wat kunnen ze ook. I don't know man. Gebruik je eigen fantasie maar. Zoek het lekker zelf uit. Dus het leuke is. Hier ga ik ook een ijzeren deur doen. Maar die ijzeren deur kan je alleen vanaf hier open doen. Weet je, dat echt de guard hem alleen open en dicht kan doen. Dat lijkt me oprecht een heel leuk iets. Of dat, ja, dat is ook wel leuk. Dat je aan beide kanten dat twee guards hem open kunnen doen. En dat ze dat tegelijkertijd op een button moeten drinken. Ik bedoel de drukken. Loser! Auw. Ik heb een gevangenis aan het afbouwen waar ik jou in ga opsluiten. Ik zie je wel in de gevangenis, loser. Achter de cellen. Hey, jongens, ik heb allemaal spulletjes gehaald. En dan is het betekent dat ik ook tijd heb voor deuren en zo. Hatsenflats! Voor nu doen we het even met de pressure plate. Dit is niet helemaal mooi. Dit moet eventjes gefixt worden, jongens. Dan hier nog een prachtig deurtje. Moet heel even trouwens met een ster zoals dat. En hier ook. Zo, kijk. Hatsenflats. Nu heb je hier gewoon een deur naar deze kamer. Dan heb je een deur naar deze kamer. Kan je hier en hier heb je de grote ruimte. Hier heb je zeg maar de keuze om naar boven en naar beneden te gaan. Rechtdoor is gewoon dat je beneden blijft. En dan krijg je alle cellen beneden hier. En alle andere activiteiten, weet ik wat we kunnen doen. En hier ga ik een soort trap aan twee kanten naar boven creëren. Jij gaat nu dood. Ik ben helemaal klaar met jou. Laat ik dan ook even al die spulletjes hier weghalen. Want het staat hier gewoon oprecht heel vervelend. En laat ik dan mijn plek voor nu eventjes hier maken. Waar ik gewoon mijn spullen doe en zo. Oké, alles is hierheen verplaatst. Helemaal top. Dan is deze ruimte hier gewoon leeg. En kan ik hier gaan werken aan de belichting. En weet ik voor wat allemaal mooi moet zijn. Dan ga ik beneden, denk ik. Beneden doe ik later. Want hier komt namelijk dus de kantine en al die andere dingen. En boven wil ik gewoon puur een en al cellen. Niks anders dan cellen bovenaan. A.k.a. we gaan dit even verder bouwen. Maar dan puur boven. En een leuk vaste celletje klaarmaken voor Jordi, want hij is online. De kamer hier begint al erg op te schieten. Het is een heel simpel trapdesign die ik heb gemaakt. Echt heel simpel. Ik moet dan alleen even wat dingen aanpassen hier, waardoor je ook een soort kamergevoel hier krijgt. Ik wil overal moeten deuren zijn, weet je. Dus dat wil ik hier ook creëren. Kom je hier binnen, kom je vanuit deze kamer zo hierheen. En dan ga je of omhoog, of je gaat rechtdoor. Nou, je gaat de wijze van omhoog. En dan hier een gangetje. En dat gangetje leidt je naar nieuwe cellen. Ik twijfel of ik in de cellen ook een houten vloertje wil doen. Het is misschien niet helemaal celachtig om een houten vloer te doen. Maar het lijkt me wel gewoon leuk. Ben je al benieuwd? Is wel de bedoeling, hè? Want het eerste gedeelte is af, jongens. Je komt hier binnen. Je gaat naar de grote ruimte. Je loopt naar links. En je komt hier door nog een deur. Dan heb je links of rechts. En hierboven zijn ook gewoon de ruimtetjes. Hier kan ik cellen maken. En aan de andere kant is het precies hetzelfde. Hier kan ik ook cellen gaan maken. Het leuke is, dit zijn er al twee. Dit zijn er al twee. En dit zijn er twee. Dus wat ik ga doen, is dat die cellen elkaar ook echt aankijken, weet je. Dus als ik een muurtje ertussen doe die tot hier loopt. Dan hier gewoon helemaal vol met iron bars. Hier helemaal vol, hier helemaal vol, hier helemaal vol. En dat je elkaar gewoon leuk aan kan kijken. En hier doe ik hier. Misschien doe ik hier ook wel een muurtje met een celletje. Dat zou ook heel grappig zijn. Dan heb je letterlijk gewoon als guard, kan je hier in het midden lopen. Dan kan je naar alle vier slash 5, 8, weet ik veel hoeveel te zijn. De cellen kijken. Maar eerst moet ik dit stukje heel even kopiëren. En hier opnieuw bouwen. Want hier is nog helemaal niks. Behalve een hele vervelende creeper. Trappenhuis is al nagebouwd. Dat was niet het moeilijkste wat er is. Ik heb wel out of lanterns. Oh nee. Maar ik heb toortjes en ijzer bij me. Ik hoef nu alleen nog de vloer hier te doen. En de vloer aan de andere kant. Maar gelukkig heb ik nog wat hout op zak. Ja, dat is niet genoeg. Maar ik heb meer hout bij me. Het heeft ook een beetje iets weg van een kasteel. Dus daar ben ik misschien een heel klein beetje de fout in gegaan. Dat het door de vloer denk ik te veel op een kasteel kan lijken. Vooral hierboven heb je al door dat het een cellencomplex is. En niet zomaar een lekker kasteeltje waar je kan chillen in koning kan zijn of zo. Wacht, ik heb een idee jongens. Ik zat even te kloten met het feit hoe ik dit wil gaan doen. Maar ik denk dat ik er gewoon grote cellen van ga maken. Dus dat die hier drie zitten. En dat er daar aan de andere kant drie. Dat elk torentje hier drie cellen heeft. Ik denk dat dat leuker is. Dan simpel gezegd één klein celletje doen. Of meerdere kleine celletjes. Ik het zoals dit zou doen. En dan de rest hier gewoon opvul zoals dit. Ja, wacht. Dit is leuk.
Kijk, dan is het gewoon één grote cel. Hoe mooi is dit? En ze kunnen er doorheen. Kan ik dingen naar ze droppen en zo? Ja, ik ga het op deze manier doen. En dan hier een deur. Dit vind ik echt heel leuk, jongens. Voor de variatie doe ik deze cel net een beetje anders. Waardoor je hier zoals dit binnenkomt. Kijk, dit is toch leuk? Ik vind het oprecht heel leuk hoe dit nu gedaan is. Wat doe ik hier? Maak ik hier gewoon echt een kleine cel van? Kan namelijk wel. Ook gewoon echt de meest kleine cel ooit kan krijgen zoals dit. Ik vind het wel heel leuk. Dit is gewoon echt een mini celletje waar je dan kan zitten. Dan ben je helemaal, heb je helemaal goed verpest voor jezelf als je in dit celletje terechtkomt. Ja, dat is leuk. Kijk jongens, je hebt nu gewoon echt een cellencomplex. Welkom in de gevangenis, Jordi. Kom maar. Hey. Hoezo niet? Ik zit vast. Nee, je zit niet vast. Ik ga alleen rondleiding geven. Hij is bijna af. Op het moment dat hij af is, dan zit je vast. Is de incheck en de uitcheckbalie en zo. De grote hal, hier kom je uiteindelijk in de benedenverdieping, maar die is nog niet af. Wordt heel boos van al die zombies en al die spinnen. Ja, dat komt goed. En dan hier kom je prachtig bij het cellencomplex. De eerste die al bijna af is. Namelijk deze. Dit is je eerste plek. Kijk maar vast goed welke ruimte. Als je echt heel kut bent, kan ik je ook in de meest kleine rotcel stoppen ooit. Of je krijgt een grote en dan kan ik zelfs nog dingen aan je droppen en zo als je wilt. Maar ja, kijk, het enige is, als je in deze cel zit, kan je niffo kan je hier bevrijden. Dat is wel het enige. In ieder geval, nu moet ik al deze cellencomplexen die je hier ziet, moet ik hier bouwen. En aan de andere kant moet ik er ook nog twee bouwen. En dan zijn de eerste cellencomplexen echt af. Dan kan ik een bedjes en kistjes en weet ik wat in doen. Ik wil echt binnenkort naar de end, man. Ik wil kunnen vliegen. Gewoon niet meer via de nether naar jou, want jij zit heel dichtbij. Als je een elytra hebt, dan ga ik nooit meer via de nether naar jou, hè. Kijk wat een unit van een gebouw trouwens is, als je zo ziet. Ja, ik zag het echt op afstand, jongen. En dan ga jij binnenkort, zit jij daar vast. Yeah. Yes, en ik kom met heel Kingdom Uden, kom ik je ophalen. Iedereen, ga recht, desnoods een rechtszaal maken om gewoon jou legaal hier binnen te krijgen. Ga alvast even een tunnel van mijn baas hier naartoe maken. Een ontsnappingstunnel. Ontsnappingstunnel. Ja, maar daarom zit je op de bovenste verdieping. Oké, we gaan deze kamer die we hier nu hebben recreëren aan alle andere drie plekken die we nog moeten doen. Dat is namelijk hier en aan de andere kant twee, dus dat gaat veel werk kosten. Oké, jongens, hij is gekopieerd naar de andere kant. Ik heb nog lijntjes toegevoegd onder de bars om het wat steviger te laten lijken. Dus wie weet pas ik ooit nog een keer de houten vloer aan naar een andere kleur. Ik word helemaal gek van een zombie. Ik weet niet waar die is. We gaan hem even proberen te killen, hoor. Oké, dus wat ik al zei, deze kant van de gevangenis is dus nu zo goed als klaar. Er moeten wel nog bedden in de cellen en zo. Maar ik moet nu dus die andere kant doen. Alleen ben ik tegen het probleem aangelopen. Namelijk dat ik geen endersite meer heb. En dat heb ik wel nodig voor het plafond. Dus wat we gaan doen, is even bijkopen. En dan de andere kant afbouwen. Hey. Jongens, een probleem. René heeft verkoopt ook geen endersite meer. En ook geen diorite of zo. Dus ik heb er allemaal andere soort blokken gehaald om weer verder te bouwen. En weer wat eten. Maar ik heb nog steeds endersite nodig. Dus we gaan maar even langs bij Rick. En hopen dat hij heeft voor me. Ik kom een nieuw huis. Ja, ik had hem al gezien. Een tijdje geleden. Ik was er een paar keer langs geweest. Ik heb een paar keer wat gestild toen ik in hongersnood was. Dat vind ik echt heel leuk, ja. Dat hij zo klein is. Precies doorheen lopen. Ja, dat vind ik oprecht heel leuk. Dat hij zo klein is. Dankjewel voor je spullen. Nou, Rick had een beetje voor ons. Maar het is helaas niet genoeg. Dus laten we langs Jordi gaan. En langs Anne. Kijken of zij nog hebben. Nee! Mijn grote boom! Wie van jullie heeft schande gebracht? En een van de grote bomen weggehaald? Schande. Jullie hebben een van de grote bomen weggehaald. Dat kan niet. Ja, die voor Anne de huis. Mag ik wat endersite van jullie? Jullie chestroom is veranderd. Oké, ga ik even wat van Anne nakken. Oh, Anne heeft best wel wat endersite. En heel veel diorite. Denk je dat Anne diorite nodig heeft? Nee, want ik heb dat nodig. Zand. Heb jij diorite nodig? Ja, want daar kan ik endersite van maken. Daar kan je helemaal geen endersite van maken. Nee, niet. Je liegt. Nee, je hebt het niet nodig. Ik pak het wel. Nee. Mag ik het kopen of heb je of niet? Hoe kwam je hier aan dan? Oh, nee! Ik drop echt mijn diamonds. Net op tijd. Als ik ze eerder had gedropt. Hoezo heb jij dit varken? Omdat het voor een raadsel voor Reno is. Hij moet het opgangen varken zoeken. Vorige keer heb ik hem geslacht. Want ik vond het zo zielig. Ja, ik heb een nieuwe opgangen voor het raadsel voor Reno. Nou jongens, we kunnen weer terug naar de gevangenis. Yeah! Want we hebben de endersite van Jordi bemachtigd. Althans van Anne. Maar Jordi heb ik eigenlijk betaald. Jordi heeft Anne gescampt en mij ook. Want ik moest veel te veel betalen voor diorite. Maar we hebben nu heel veel endersite. Nou, dan mogen we de laatste cellencomplexen bouwen. Oh, wacht. Hier zijn ze al af. Ja, ik vind ze wel leuk. Ze zijn oprecht leuk geworden. Alright, jongens. Het ding is, ik heb het af. De laatste kamers zijn gewoon af. Nooit gedacht dat ik eraan toe zou komen. Maar ik was één blokje hier vergeten. Die moet ik even zoeken. Maar ze zijn gewoon helemaal af. Waar ben ik nou? Ik dacht dat ik een blokje vergeten was ergens. Maar het is helemaal af. Je kan nu een celletje kiezen. Dus ik ga bedden binnenkort erin plaatsen. Althans binnenkort, dat doen we nu nog even. Doen als laatste gooien we er even wat bedden in. Kistjes bij elk ding. Waar is mijn... Wat is het druk hier? Wat is het druk hier?
Oh mijn god, het is hier echt één brandfestijn. Dan kom je via de netherportal. En alles is... Iedereen is aan het sterven. Gaan we lekker weg, jongens. Sterf maar. Ik ga lekker naar binnen. Doei. Ik heb niet zo heel veel bedden kunnen regelen. Maar ik weet toevallig dat ik hier al mijn bedjes nog heb staan. Deze. Dus een paar cellen krijgen een gekleurd bedje, denk ik. Ik wil eigenlijk elke cel een wit bedje. Lekker saai. Lekker grauwig, weet je. Maar nee. Oké, hoe doen we dat dan? Doen we een bedje zoals dit erin. Perfect plek. Oh, nu zit ik vast. Natuurlijk zit ik vast. Oké, kijk wat ik gedaan heb. Elke cel heeft een bed, een kist en letterlijk een soort, ja, krat wil ik het zien. Misschien een wc, een krat, weet ik veel wat. Mag je zelf bepalen hoe en wat. Voor nu hou ik het even bij dit simpele gedoetje hier. Overigens wil ik dit bed, wil ik eentje laten opschrijven. Ja, het is niet veel wat je krijgt in een cel. Maar dat mag ook helemaal niet. Doe even de andere kant. Oh ja, en overigens de kleine cel, die krijgt gewoon niks. Die heeft, nee, die krijgt letterlijk niks. Andere kant ook geregeld met alle kratjes en al, ik veel wat. Deze wederom krijgt niks. Want als weet je wat ik kan doen? Ik kan deze een, kijk, wat misschien leuk is. Ik kan deze een gekleurd bed geven. En dan zeg maar, is de perk van deze cel. Je krijgt een gekleurd bed. Geen perk van de cel. Het is een minicel. Dat is zeg maar het slechte dingetje hiervan. Dus je hebt of de keuze, je wil een grote cel met een wit bed. Of je wil een gekleurd bed met een minicel. En deze krijgt als een roze kant. Dus dit is voor de... Oké, dit is het vrouwencelletje. De andere kant is het jongetjescelletje. Oké, jongens. Nou, dat is dan de ene kant. De andere kant heb ik helaas niet genoeg bedden voor. Maar ik kan wel vast de kisten en zo plaatsen. En de kratjes, weet ik veel wat. En dan de beddenplekken gewoon bewaren. Voor het moment dat ik nieuwe bedden heb. Voordat ik weer nieuwe wol heb. Ik heb gewoon geen wolfarm op het moment. Dus dat is best moeilijk om voor mij te regelen. Dat is namelijk aan deze kant hier. Kijk, je ziet gelijk het verschil. Zie je nu komt dat het nog niet gevuld is. Het ziet er zo saai uit gelijk, weet je. We doen plaatsen vast alle dingen die we wel kunnen plaatsen. Zoals de kisten. Nou, geregeld. Ziet er wat saai eruit. Omdat er daadwerkelijk geen bedden in zitten. Maar deze kant verdient gewoon geen bed. Die slapen lekker op de houten vloer. Vastmaken, oeh, weet je. Dit is nog echt heel groot gewoon inderdaad. Ja, hierboven zit echt... Beneden zit echt nog heel veel ruimte. Ik vond dit echt al best wel groot. Degene die hier vast zit... Kan die persoon bevrijden. Oh, dus ik ga deze dingen ga ik nog... degene die hier vast zit, kan deze persoon bevrijden. Ja, daarom weet je. Maar ga ik nog fixen. Leuk is dat je zeg maar... Ga eens naar die andere cel, daar bij die roze bed. Ga er eens heen. En dan erin. Oh, dan kan je naar elkaar toe kijken. Ja, kijk. Je kan als het goed is, zeg maar... Kan je goede roleplay vertonen, want je kan gewoon naar elkaar toe kijken. Hey. Hallo. Ja, maar dit is het ook een man en een vrouw, dus... Ja. We kunnen ze lekker... Hier kan Anne en dan kan daar Jordi. Ja, je kan, nou, dat, zo gaan we het doen. Dan gaan we Anne stoppen en hier Jordi. Kunnen ze via dit plannen met elkaar bespreken. Wat gebeurt er allemaal? Oké, jongens, dan voor nu is deze video afgelopen. We staan hier in de gevangenis. Ik heb van alles gedaan. Ik ben heel tevreden met de progressie van vandaag. Echt heel tevreden. We hebben de buitenkant zo goed als afgemaakt. Hij kan nog altijd uitgebreid worden, maar dat is voor nu niet nodig. De binnenkant is heel ver. De hele onderkant moet nog gebeuren. Maar eigenlijk de bovenste verdieping is zo goed als af. Missen wat bedden. Dit moet wel echt nog gebeuren, deze ruimte. Maar ja, hier komt de kantine en misschien andere dingen. Of misschien gewoon nog meer cellen. Ik weet het niet. Of opslag. Ik heb echt geen idee, weet je. Dus dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie hem enorm leuk vonden. Heb je nog niet gelijk, doe het zeker even. Heb je nog niet geabonneerd? Je bent van harte welkom. Spreek jullie later. Glaasje water. Telt het via flesje bier. Doei!